Oké, okay, so wat ons nou moet doen, is ons moet bewys dat die ooreenstemmende sye van hierdie groot driehoek en hierdie klein driehoek in verhouding is. En as hulle in verhouding is, dan sal hierdie driehoeke gelykvormig wees. Right, so wat ons moet, kom ons sê eers wat gegee is. So wat hier gegee is, is driehoek A, B, C en driehoek D, E, F met hoek A gelijk aan hoek D, hoek B gelijk aan hoek E en hoek C gelijk aan hoek F. Oké, okay, wat ons moet bewys is dat AB op DE, ooreenstemmende sye, is gelijk aan AC op DF is gelijk aan BC op EF. Okay. Konstruksie. Hierdie ding gaan ek vir jou doen in 4 stappe. Hier is die eerste stap. Eerste stap is die konstruksie. So wat jy gaan doen is, jy gaan sê, skets A, G gelijk aan D, E op A, B. En A, H gelijk aan D, F op AC. So wat jy nou gaan doen is, ek gaan hier een lijn skets, daar so, AG op AB, maar AG gaan so lang wees soos DE. En wat ek dan gaan doen is, ek gaan skets AH gelijk aan DF op AC, so daar so. AH op HC gelijk aan, en die tweekies moet ook gelijk wees aan mekaar. En dan sê jy, verbind GH. So vrienden, al wat jy nou gedoen het is, jy die klein driehoekie daar op die groot driehoek gaan skets. Maar jy het hom nou een nieuwe naampie gegee. Oké. Okay. Die tweede stap gaan wees congruentie. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan hierdie twee klein driehoekies congruent aan mekaar bewys. So met ander woorde hierdie enetjie en daai ene gaan ek nou congruent bewys aan mekaar. So ek kan sê in driehoek AGH en driehoek DEF. Oké, okay, help, wat gebeur? A is gelijk aan D, definitief. Oké. Okay. A is gelijk aan D. Dit was vir ons gegee. Hulle was al twee gelijk aan X. Die tweede ding wat ek kan sê is AG is gelijk aan DE, want dit was ons constructie was as prus so gewees. En wat ons ook kan sê AH is gelijk aan DF.
Dit was ook een constructie geweest. Met andere woorden, driehoek AGH is congruent aan driehoek DEF. Sy hoek sy, en jy moet seker maak dat dit 'n ingeslote hoek is. Okay, is allemaal by. Tot daartoe. En dit beteken, vrienden, dat die derde stap nou in werking gaan tree, parallele lijnen. Hoe gaan ek nou bewys dat hierdie lijn parallel is aan die lijn? Yes, G1 moet gelijk wees aan B. Is dit so? Ja, so ons kan sê, hierso, hoek G1, en dit is nou die derde stap, hoek G1, en dit kom nou uit die congruentie uit, is gelijk aan hoek B. Uit die congruentie, maar hoek B was ook gelijk aan hoek E. Ok, dit was gewees gegee. Met ander woorde, hoek G1 is gelijk aan hoek E. Hoek G1 is gelijk aan hoek E. En daarom kan jy nou sê, GH is parallel aan, ach, jylle G1 is gelijk aan B, sorry. GH is parallel aan BC, ooreenkomstige hoeke is gelijk. Kom ons check nou net of ek hom reg geskryf het. So G1 is gelijk aan, nee, ek het dit definitief nie reg geskryf nie. Hoekom het ons congruentie gedoen? So dat ons hoek G1 kan kry gelijk aan hoek E, nee? Maar hoek E was gelijk aan hoek B, so G1 is gelijk aan B. Maak het hierdie ene keer reg. So G1 hierso moet gelijk wees aan hoek maar ok, wacht, ons het congruentie gedoen. So G1 was gelijk aan hoek E, dis reg, maar hoek B was gelijk aan hoek E. Dit was G. So, G1 is gelijk aan B. Is ons nou reg? Hierdie B moet net die E wees. En dit beteken GH is parallel aan BC. Ok, so dit was die derde stap om die lijnen parallel te kry. Is allemaal by nou? Ok. Die vierde stap gaan jy nou letterlik nou net sê, so GH is parallel aan BC. So nou kan jy sê, die vierde stap gaan nou wees verhoudings. So ons kan sê AB op AG, check om, AB op AG is AC op AH. Hoekom kan ons dit sê? Die lijn is parallel aan die ene. So die verhoudings gaan dan nou letterlijk wees. A, B op A, G moet gelijk wees aan A, C op A, H. Want dit was die lijn parallel aan die basis van die driehoek. Die flippendeur wat so slaan. Ok, en as ons dit het, kan ons nou net gaan vervang.
Maar A B op D E is gelijk aan A C op D F. Hoekom? Want A G was gelijk aan D E en A H was gelijk aan D F. Hier gaat ek weer. So uit daai driehoek wat ons nou gehad het, hierso gaan nou vir julle wys. So AB op AG was gelijk aan AC op AH. So ons kan net sowel sê AB wat ons oorspronkelijk wou gehad het op DE is gelijk aan AC op DF. Hoekom? Want AG was gelijk aan DE en AH was gelijk aan DF. Is jy by? En daar het ons die eerste story wat ons wou bewys. AB op DE, sien julle daar, is gelijk aan AC op DF. Nou moet ons nog net daai ene doen. Dit is great. Jy dit werk met een soort gelijk. Soortgelijk kan AB op DE gelijk bewys word aan die ander enetjie BC op EF deur AG, is dit nou AG BG BG en BH op AB en BC te trek. So ek gaan hulle vir jou hier intrek in potlood. So ons kon net sowel soortgelyk hierdie bewys het deur BG en BH op AB en BC te trek. So hierdie ouetjie kon hier gelê het. Daar kon G gewees het en daar kon H gewees het. So dan het ons weer gewerk met daai ene op daai ene en hierdie ene op hierdie ene. Is julle by? Hou bietjie aan, hou bietjie aan. En daarom is op die ou einde AB op DE gelijk aan AC op DF gelijk aan BC op EF. En omdat daai sye in verhoudings is, driehoeke is gelijkvormig.